motiveer je kind bij examens. Tijdens de examenperiode weet je als ouder niet altijd hoe je je kind kan motiveren. In dit filmpje krijg je tips over wat je kan doen en wat je liever niet doet. Tip 1. Leef mee met je kind. Volg mee wanneer je kind examen heeft. Als je kind dat wil, hang zijn examenrooster op de koelkast. Toon interesse. Bevestig je kind als het thuiskomt van een goed examen. Wauw, dat heb je goed gedaan. Doorstreep telkens het examen dat voorbij is. Samen aftellen motiveert. Controleer niet de hele tijd of je kind wel aan het studeren is. Dat kan het best zelf. Opvragen kan, maar alleen als je kind er zelf naar vraagt. Tip 2. Koop geen cadeaus. Beloof vooraf geen geschenkjes voor goede punten. Dan studeert je kind om de foute reden. Geef je kind wat extra aandacht, tijd en bevestiging. Dat werkt veel stimulerender. Als de punten wat lager zijn, word dan niet meteen boos. Probeer te vinden wat er precies niet lukt. Is de leerstof te moeilijk? Is het te veel? Zit de structuur niet goed? Je kan dit dan later bespreken op het oudercontact. Tip 3. Blijf zelf rustig. Aan een gestresseerde ouder heeft je kind niets. Integendeel, je kind krijgt er zelf ook stress van en zal slechter presteren. Vraag je kind niet onverwacht op. Daar krijgt het meer stress van. Het is beter als je kind zelf leert inschatten of het de leerstof onder de knie heeft. Is je kind klaar met studeren? Praat dan over andere dingen. Doe samen iets leuks. Zo kan het zijn hoofd leegmaken en straks rustig slapen. Om je kind tijdens de examens te motiveren zijn dus 3 zaken belangrijk. Toon interesse, maar overdrijf niet. Geef je kind aandacht in plaats van cadeaus en blijf zelf rustig. Heb je nog vragen over de motivatie van je kind? Praat erover met de klastitularis of het CLB. Meer tips vind je op klasse.be/ouders. Succes!